Ze laten zich niet kisten, de 8 mensen met een beperking die wij de komende weken volgen. Ondanks hun handicap doen ze er alles aan om hun dromen waar te maken. Ja, gevonden lunch. Kom, geef jou sleutels. Hey, wacht even, ik moet even opruimen. Kun jij mijn tas achterin doen? Ik kwam bijna vast te zitten. Ik zit in de derde klas van VWO. Het Amadeus Lyceum. Ja, en dan vragen ze of ik sport buiten schooltijd. Nee, natuurlijk niet. Nooit. En ik sport ook niet buiten schooltijd. Nee, ik sport niet buiten schooltijd. Kijk, hoe vind je je gezondheid in het algemeen? En? Ik doe maar heel goed. Dat zegt iemand met een hele ernstige ziekte. Ja, dus mensen kunnen zeggen dat ik ziek ben, maar dat voel ik me niet. Nee? Maar je kan toch van alles niet? Ja. Maar het is niet echt een ziekte waarvan je zegt, ogen doet. Hey, Bilal. Heb je een zwemdiploma? Vandaag heb ik ontbijt. Ik heb elke dag ontbijt. En meestal wordt het lunch, omdat ik om 12 uur dan wakker word. Dan maak ik het wel brunch. Toen wij het net hoorden, toen kon hij nog lopen. Dus dat was er eigenlijk weinig aan de hand, zeg maar. Hij viel wel eens een keertje. Maar op een gegeven moment komt hij dan in een rolstoel te zitten. Dus maar dan kan hij nog staan. En eigenlijk het eerste moment dat je al veel meer zorg nodig hebt, is dat het moment dat hij niet meer op zijn benen kan staan. Dus dat hij gewoon door zijn benen heen zakt. Want dan kan je hem dus niet bij een wc, zeg maar, laten staan om te plassen. Dus dan moet je allerlei toestanden uithalen naar de wc. Als je hem nog kan tillen, is dat ook nog wel te doen. Maar zodra hij wat zwaarder wordt en wat groter wordt, kan je hem ook niet meer even op een pot zetten of even omhoog krijgen. Nu begint dus ook zijn armkracht begint af te nemen. Dus dat betekent dat hij elk dingetje, hij kon gewoon eerst eten, zeg maar, gewoon zelf. Iets drinken, dat was ook geen probleem. En nou moet je dus zijn hand omhoog tillen om dat naar zijn mond te brengen, zeg maar. Once I built a railroad, I made it run. Made it rain against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Bij Lucien, dan mist de lijm voor de spieren. Dus dat betekent dat de lijm die aangemaakt wordt door mensen die de ziekte niet hebben. En dat houdt spieren sterk en gezond. Maar mijn lichaam maakt het niet aan. Dus mijn spieren die worden steeds slapper, slapper en slapper. Wat we hoorden was dat zijn spiertjes moeier zijn dan andere spieren. Hè, dan spieren van andere kinderen. En dat hebben we ook eigenlijk wel gelijk aan hem meegedeeld. Dus daar werd het ook duidelijk door. Waarom hij viel? Hij viel gewoon om de havenklap, zeg maar. Op een gegeven moment waren we dus bij het ziekenhuis en kregen we dan te horen van nou, het is een ernstige ziekte en je krijgt er heel veel problemen met je spieren mee. Dus we hadden zoiets van, nou, wat voor medicijnen kunnen we dan gebruiken? En toen zei ze, ja, er is eigenlijk niks tegen. Dus ja, ik had toen echt nog het idee van de medische wereld die kan al heel wat. En toen kreeg je echt het idee van, er is helemaal niks. Dus ik denk, het is misschien een nieuwe ziekte. Misschien net ontdekt of zo. Dat bleek dus al in 1886 de eerste arts. Dat was dus een Franse arts Duchenne. Dus daar is die ziekte ook naar genoemd. Die heeft het al beschreven. Dus ik denk, ja, ook qua tijd hadden ze al lang wat kunnen vinden, denk ik dan.
Eigenlijk het vervelend is dat ik mijn armen niet op meer kan tillen. En dat ik gewoon als ik iets van zo woep, dan valt het me echt bijna meteen. Maar is er vooruitzicht op een medicijn of iets wat de ziekte kan stoppen? Nou, ze zijn bezig. Ze willen ervoor zorgen dat Duchenne in een andere ziekte verandert die minder erg is dan Duchenne. Die maakt een beetje dystrofie na. Dat het vertraagt in ieder geval. Ze zullen het ook niet compleet kunnen genezen. Dat is gewoon te lastig. Mijn spieren zijn nu al te erg beschadigd. Ik vind het ook wel pittig ook dat hij zijn armkracht verliest. Want zoals ja, dingen met computeren, daar heeft hij heel veel plezier in. En ook met Lego bouwen. En dat kan hij nog net, zeg maar. Dank je. Maar ik sta versteld van wat hij nog bouwt aan Lego dingetjes. Terwijl het heel gecompliceerd is en heel weinig spierkracht nog heeft in zijn handen. Een van de belangrijkste onderdelen van Lego zijn de mannetjes. Daar staan ze bekend om ook. Nou, dan zou ik eerder zeggen Playmobil. Ja. Mm-hmm. Maar kan je die mannetjes hun hoofd eraf trekken en op een ander lijf zetten? Kijk. Nee, dat is waar. Ja, Ik wou dat ik dat kon doen. Ja. Mijn handen leeg. Wil je dan een ander hoofd of een ander lijf? Een ander lijf. Na de meivakantie krijgen we economietoets. Ja. Hallo. Meestal kan ik niet zoveel samen doen met iemand. Nou, het is net te laat voor die bus. Ik ga ook niet zo heel vaak eruit, want er is niet zo heel veel te doen in de wijk. Dus hij komt dan eens in de week langs. Gewoon om met mij gezellig iets te doen. I take a ride. Ik weet niet of die aangepast is. Waarschijnlijk niet. Ja? Of niet? In the big city. In deze bus ga ik. Ik heb geen klep. Kijk, die wel. Die wel. Nou, dat gaat goed. Maar hij staat wel denk ik vast, hè? Ja, wij hebben het. Oké. Nou, aardig. Ik vind het wel heel opmerkelijk hoe opgeruimd hij is en hoe makkelijk hij met de dingen omgaat en zo ziet van, nou, dit is een beperking, zeg maar, ja, hier kan ik verder niks mee. Dus. Maar ook wel dat hij wel heel erg bezig is met dingen die hij wel kan, zeg maar, en zich niet zo lang blijft piekeren over alles wat er niet meer kan. En als ik misschien nog twee van die, maar die is met een mix steentje gemaakt. Maar ik neem in ieder geval deze. Deze is ook niet aangepast. Kijk, er komt nog een bus. Nou, wat een zak stront. Nee, dit is best die bus die hij heeft. Bedankt.
Zit die hierin? Ja. Hoi pap. Hi, wil je ons misschien komen ophalen? Zeg je? Wil je ons misschien komen ophalen? Ja, nou, maar er zijn net 4 bussen langsgekomen en die waren kon ik allemaal niet mee. Oké, hoeveel bussen? 4. Oké. Doei. Doei. Wat heb je nou precies gedaan? IJs. IJs eten, Lego kopen. Ja, dat terug. Nou, daar zijn we. Dames en heren, ik hoop dat u genoten heeft van deze reis in het dagje van Peter. Heb je daar een hekel aan als mensen over jouw ziekte heel dramatisch doen? Nou, het is wel te begrijpen waarom mensen zo reageren. Ik bedoel, maar als je het zelf hebt, dan hoef je niet zo depressief erover te zijn. Maar er zullen ook Duchenne-patiënten zijn die wel heel depressief erover zijn. Wat maakt het verschil tussen hen en jou? Nou, ik heb gewoon zin in het leven. Ja! Ja, je maakt een grapje nu, maar dat is wel zo, toch? Ja. Ja. Was je angstig of bang? Nooit. Maak je zorgen om iets? Ah, soms. Voelde je ongelukkig? Nooit. Volgende week in Dromen zonder drempels, Sandra Kosterman uit De Beeld. Ik heb heel erg genoten van de training. Ja, geweldig. Helemaal fijn.